Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk op Mixamcraft. Na het zo een maandachtig geleden ben ik eindelijk eens terug op Mixamcraft gekomen voor namelijk een video te maken. Ik weet het is heel lang geleden, maar ik ben hier namelijk met de updates. Wat er namelijk allemaal is aangepast op Mixamcraft. Wat er gaat er namelijk nog gaan gebeuren? See and la. Nu, voordat ik ga volledig gaan beginnen met eigenlijk alles over te laten zien wat er namelijk is veranderd, wil ik het eerst eventjes gaan hebben over wat ik vind dat Mixamcraft aan het worden is. Mixamcraft is namelijk, als ik eventjes internet erbij haal, net hetzelfde zoiets als Gardaland. Gardaland is namelijk een pretpark in Italië en zoals je direct deze foto kunt zien, is het overal bomen. En dat is namelijk bij ons ook in Dungeon Minecraft, overal hebben wij bomen staan en er is niet zoveel versiering ook, dat kun je misschien wel merken. Nu, hetgeen wat bij hun is, zij hebben ook niet echt veel gebieden. Ze hebben niet echt een gebied van dit. Ze hebben telkens een achtbaan met daar rondom dan eigenlijk van aan dat is dat. En dat hebben we bij ons ook gedaan, zoals hier is de achtbaan ook weer van alles rondom. Maar zoals hier hebben ze bijvoorbeeld Kinderland. Dit is namelijk Kinderland. Deze is volledig versierd. Dit is echt een heel apart gedeelte. Wat zijn we namelijk nu ook aan het doen? Geen Kinderland, maar wel een apart gedeelte aan het maken. Maar Gardaland heeft namelijk niet echt, heeft niet echt van deze indeling. Heeft alleen rondom de achtbaan zelf eigenlijk op versiering. Dus dat zijn we namelijk ook bij ons aan het doen bij Mixamcraft. Dus achtbanen aan het maken met heel veel bomen er rondom, want Gardaland bestaat eigenlijk grotendeels uit alleen maar veel bomen. Want je vindt zelfs sommige achtbanen gewoon niet vanwege alle bomen. Maar dat is namelijk eigenlijk hetgeen wat ik als eerste aan de zijkant wil hebben. Dus dat is namelijk eigenlijk hetgeen wat wij hier naar aan het streven zijn. Nu, hier begon Mixamcraft, zoals je kunt zien, met een blokje aarde. Maar wat je eigenlijk dus hebt, is namelijk de ingang. Bij Gardaland is dat ook vrij chic, de ingang. Ga dan eventjes door gaan vliegen. Dan heb je namelijk hier de kassas. Dit is eigenlijk hetzelfde principe, de kassas. De klok hebben ze hier gezet. Welkom in Mixamcraft. Dus dit zijn namelijk ook de kassas zoals eigenlijk gepikt. Van, ja, je pikt niet echt, maar eigenlijk is het van bij een echt pretpark zoals bij Europa Park. Europa Park heeft ook eerste kassas en daarna heb je dan namelijk eigenlijk hier dus de echte ingang waar je namelijk je tickets moet laten scannen. Dus wat is scannen van jouw tickets. Dus dat is namelijk eigenlijk hetgeen wat we eerst hebben. Het volgende wat we dan namelijk hebben, wat eigenlijk geüpdate is, is dit bord. Dit is namelijk het bord met de warps. Ik ga straks nog alles aanpassen, want het menu is ook aangepast. Van boven is volledig toegepast, we hebben een kasteel, een groot plein, een restaurant. De rest was er al. Alle achtbanen die in het oranje staan ga ik vandaag nog volledig gaan maken, dus die moet ik allemaal nog gaan technieken. Twee achtbanen heb ik al volledig, deze staan dus namelijk hier onder elkaar, plus die staan ook al hier. Dus alle achtbanen gaan namelijk ook hier mee in de lijst komen te staan, maar komen hier namelijk ook met de warbordjes te staan. En komt gesloten of open op de bordjes te staan, eenmaal als de achtbaan open gaat. Dus als ik eventjes naar de SOS ga, en heel eenvoudig als ik eventjes gewoon hier eventjes naar binnen ga, dus de achtbaan ga opzetten, hetgeen wat er dan eigenlijk gaat gebeuren is, achtbaan is open. Zoals je kunt zien staat hier open. Als ik dan eventjes terug naar het infobord ga, gaan we ook namelijk te zien gaan krijgen dat hier op het bordje open komt te staan. SOS staat open. Dus dat hebben we namelijk aangepast. Dus nu kunnen jullie namelijk op dat bordje te zien krijgen wanneer welke achtbaan open, een onderhoud of gesloten is. Dus als ik deze eventjes terug sluit, dan is deze namelijk gesloten. Plus het komt ook namelijk in jouw chat te staan. Dus dat is namelijk ook aangepast en ga ik ook nog gaan aanpassen. Het volgende wat er namelijk eigenlijk nog gaat gebeuren, of wat we nog gaan doen, is namelijk als eerste hier de vrije val. Dat is de enige die op dit moment ook nog werkt, denk ik. Ofwel zijn de karretjes weer verdwenen, dan moet ik ze eventjes terug spouwen, dat kan ook. Maar zoals je kunt zien hebben we hier namelijk een hele leegte. En eigenlijk op deze leegte gaat namelijk de draaimolen komen. Niemand weet het, alleen ik, omdat Jelle heeft namelijk een plugin hier opstaan, waarbij je dus eigenlijk zo, ja, eigenlijk van die karretjes kunt maken. Dus hier gaat een soort van draaimolen gaan komen, waar jullie ook gaan inkomen op deze lege plek. Dus dat gaat nog gaan komen. Dus het volgende wat ik je even wil laten zien, is namelijk dus zoals bij Gardaland. Dit gedeelte gaat misschien nog weggaan, dat moet ook nog wel aangepast. Maar bij Gardaland zie je dus ook dat de achtbaan zelf heel goed versierd is en de rest daar rond zijn allemaal bomen. Dus dat is eigenlijk hetzelfde principe als Gardaland, overal dat wij bomen hebben staan. En eigenlijk alles van qua achtbanen toch wel vrij kort bijeen hebben staan. Het volgende wat ook aangepast is bij de snake, hebben we namelijk het pleintje eigenlijk helemaal opgevuld. Want ik vond het heel lelijk
dat het pleintje eigenlijk zo goed als ja, geen banken had. Dus ik heb namelijk hier banken gemaakt gehad. Ik heb ook een hodderkraampje met nog iemand gemaakt. Dus het hodderkraampje, ook al verkopen wij hier hamburgers, maar dat maakt nog niet uit. Dus we hebben hier dan namelijk ook de show die je hier hebt en dan nog een klein speeltuintje voor jouw kinderen te deponeren. De glijbaan moet misschien een beetje veranderen. Voor de glijbaan. Maar dat is namelijk veranderd. Het achterste gedeelte na de snake, dit hele gedeelte, is die achtbaan. Het moet volgens mij nog weggaan, omdat ik vind niet dat het er hierbij past. Dit Red Bull gedoe, ja... Het is een game. Het is, we hebben nu ook een minigame eigenlijk, dus dit zit namelijk hier binnenin. Dus dat is de Color Shuffle. Hier kun je namelijk dus een minigame gaan spelen in dit ding. Dus dat gaat ook nog namelijk komen. Nu, ik weet niet waarom dat ze Red Bull hebben gekozen, maar ja, Red Bull geeft je vleugels blijkbaar. Dus het volgende wat we ook nog hebben is een heel nieuw gebied. Dit gebied moeten we nog gaan indelen. Het volgende wat ik jullie wil laten zien is namelijk aan die kant. En jullie zullen misschien zeggen, Jens, er lijkt precies eigenlijk niks veranderd ten opzichte van de vorige video's. Dat klopt ook. Van de vorige video's is er inderdaad niet veel veranderd. Hetgeen wat het wel veranderd is, is namelijk dit. Hier heeft iemand al boompjes langs gezet, dus dat vind ik al positief. Ik denk dat het gewoon wel wild eerder boompjes zijn, dus dat moet aangepast worden. Deze achtbaan had vroeger een hele berg rondom zich, dus misschien dat we de achtbaan weghalen volledig, dat weet ik nog niet. En het laatste eigenlijk wat we ook nog hebben gedaan is hierachter, is namelijk de donderbaan gekomen van vroeger. Dus met een pleintje. Het pleintje moet nog opgevleurd worden, want ik vind de muren maar kaal. Dus je komt hier namelijk binnen met deze boog, je komt hier binnen met deze boog. En dan heb je namelijk de donderbaan. Dat is allemaal heel mooi gemaakt. Maar het enige wat ik ergste vind, zijn de zijkanten. De zijkanten zijn lelijk, dus gelieve hieronder eens te zeggen wat wij eventueel kunnen doen van dat aan te passen. En dan heb je namelijk de donderbaan. En vroeger stond hier achter namelijk een kasteel. En het kasteelgebied hebben we namelijk verplaatst gehad. En dat ga ik jullie even gaan laten zien waar het kasteel nu is. En dat is namelijk dus hier. Dus het kasteel hebben we nog aangepast. Het kasteel is namelijk naar hier gekomen. Zoals je kunt zien is er totaal nog geen versiering. Want dit is pas gisteren gemaakt. De brug is gisteren gemaakt. Het kasteel is verplaatst geweest. Dus dat is ook naar hier gezet namelijk. En dan heb je hier ook nog één achtbaan achter staan. Dus zoals je kunt zien is er heel veel werk. Want overal moet nog versiering komen. Er moeten nog bomen gaan komen. Dit heel gebied gaat namelijk kasteelachtig zijn, maar gaat afbouwend zijn. Dus meer is zoals daar is, meer houden al. En hoe verder je gaat van het kasteel af, gaat ook telkens minder gaan komen. Dus minder kasteel gaan komen. En ik wil eigenlijk aan jullie vragen, hebben jullie tips? Gelieve ze zeker te zeggen van wat jullie eigenlijk in het pretpark willen. Zoals je kunt zien, als we meer naar het midden gaan, zien jullie dat alles goed bebouwd is. Dus hier is overal bebouwd, overal wegjes, steegjes, kraampjes. Hoe meer je weggaat, is het ietsjes minder. Dus misschien dat we hier bijvoorbeeld in het midden iets kunnen maken. Of zo, of daar. Ja, daar komt de draaimolen. Dus laat het zeker weten. Dit was meer een informatieve video dan iets anders. Dus ja, eigenlijk hetgeen... Oh ja, hier het achterste stuk heb ik nog niet laten zien. In dit gedeelte hebben we namelijk de fontein, waar jullie naar de fontein kunnen komen kijken. Daardoor al die gaten. En hier hebben jullie namelijk de houten achtbaan, die ook nog niet werkt. Maar we zitten nu namelijk in groot onderhoud, dus eenmaal na het groot onderhoud gaan al deze achtbanen volledig gaan werken. Dat betekent dus dat jullie drie automatische achtbanen hebben die jullie altijd kunnen bezoeken. En de rest van de achtbanen worden bediend door ons en dan heb je namelijk ook nog de vrije val. Dus deze kunnen jullie allemaal gaan bezoeken en die kunnen jullie vooral ook vragen om te gaan openen. Dus er zijn meer achtbanen voor jullie. Plus er is ook namelijk nog een bezoekerspot omdat wij volledig in aanbouw zijn, zodat jullie als bezoeker op de plots kunnen komen werken. Dus wat ik aan jullie vraag is heel eenvoudig, geef jullie tips, dat moet ik ook nog aanpassen, dat is een andere baan. Geef tips van wat er zeker moet komen in het pretpark. Nogmaals ga ik even zeggen dat jullie moeten denken dat wij eigenlijk ongeveer hetzelfde zijn als Gardaland. Dus zoals jullie kunnen zien, dit is Gardaland zelf. Het enige wat zij echt van gebied hebben is namelijk dit nieuw gebied, dit is echt een gebied wat ze hebben gekozen, en Kinderland is een gebied. De rest is eigenlijk zo'n beetje rende neerzet en overal bos tussenin en rondom. En het is eigenlijk een heel fijn en kort opbeen park. Dus dat is namelijk eigenlijk hetgeen wat wij een beetje streven hier op Mixamcraft, vind ik toch? Want ik krijg toch het gevoel als ik dit zo bekijk dat ik naar daar ga op zich. Dus ik hoop dat jullie tips hebben. Binnenkort gaat ook meer volg op zijn, want dit is nu een onderhoud en ik ben op het midden van de dag, want het is 10:30 ben ik aan het opnemen. Dus
Oké, ik dacht dat ik op het einde van deze video was, maar nu ben ik namelijk een dagje later en er is eigenlijk een hele hoop veranderd op de server. En ik ga het jullie namelijk gaan laten zien wat de hele hoop namelijk is die we hebben aangepast. Dus dat ga ik jullie vandaag eigenlijk namelijk gaan zeggen. Wat het hele team namelijk heeft aangepast aan dus namelijk de hele server. Dus hetgeen wat we eigenlijk namelijk al op het begin hebben gedaan is heel eenvoudig de infoborden. Dus omdat de server nu toch eigenlijk... Ik ben een nieuw kersthuisje voor... Oké, maar dat is goed op tijd. Hetgeen wat we nu namelijk hebben toegevoegd zijn deze infoborden. Dus nu kun je namelijk de infoborden hier raadplegen met open en gesloten. Het attracties menu is ook volledig aangepast. Deze heb ik volledig aangepast. Nog 3 achtbanen werken nog niet. Dus die moeten nog gemaakt worden. De Vossenvlucht is volledig nog in aanbouw en de Allround is volledig klaar, maar moeten de bouwers nog van alles gaan bij doen. Dus jullie kunnen nu, vanaf nu dus ook hier met de infoborden gaan kijken welke achtbaan open of welke achtbaan gesloten is. Nu, het volgende wat eigenlijk nog aangepast is, zijn een hele hoop dingen. Dus zoals je hier achter de schermen kunt zien, dit moet nog getransporteerd worden naar de bouwserver. Dus deze komt op de bouwserver, deze staat nu op de echte wereld. Maar moeten we namelijk op de bouwserver, wat ik voor de derde keer heb gezegd, moeten we daar nog gaan maken. Dit is namelijk de theekopjes. En ik denk dat ik hem ietsjes groter moet maken, want ik heb hem vrij klein gemaakt voor de theekopjes. Dus misschien gaan we hem iets groter maken. Hier is deze dus namelijk ook weer helemaal opgevuld. Hi. Dus dit is helemaal volledig opgevuld al geweest. Ik weet niet of ik het in de vorige video heb laten zien. Maar hetgeen wat we dan namelijk hierachter ook hebben gedaan, dus die bergen zijn allemaal weg. Dus dat is ook allemaal gedaan. De donderbaan is volledig klaar. En hetgeen wat we hier namelijk achter hebben, deze achtbaan moet nog steeds weg. De Red Bull Toren moet ook nog verplaatst. Dat moet ook nog steeds weg. Het restaurant is eigenlijk volledig ingevuld. Dus ik ga heel eventjes naar hier. Dus de buitenkant is nog steeds hetzelfde. Maar ja, een armzalige paraplu van 1 groot. Dus hier binnen is eigenlijk alles klaar. We hebben nu stoeltjes. Het eten is ook al klaar. Dus hier moeten nog alleen maar medewerkers komen. Dus hier moet iemand van de techniek er namelijk gaan bijzetten. Of Jalon of zo met de NPC's moeten er namelijk inkomen. Maar hetgeen wat er eigenlijk namelijk achter aan het gebeuren is, is hier. En dan is hier namelijk een bouwer bezig met een Star Wars thema. En dat vind ik heel chic gedaan. Dit is echt heel mooi gedaan. Ik zou het niet kunnen, daarom dat ik van het techniekteam ben en niet van het bouwteam. Maar dit is zo chic gemaakt. En ik hoop dat het ook mee verder gaat. Dus Witteke, ik hoop dat Witteke hier verder mee gaat doen, sowieso. Voor de rest wat je nog kunt zien is dat bepaalde gebieden andere kleur hebben. Dat moet ik ook nog aanpassen. Dat is een beetje mijn taak. Dat huisje is nieuw. Maar wat er eigenlijk namelijk ook nog veranderd is, is namelijk als we naar het kasteel gaan. Moet ik het even vinden, het kasteel. Dus wat we nu aan het kasteel eigenlijk hierachter hebben gedaan, die boom. Ik weet niet van wie dat is. Hetgeen wat hier namelijk achter staat is de PR. Ik ben de volledige naam kwijt. Maar namelijk de 2 blokjes, of jullie zien het nog niet heel goed, maar dit blokje en dit blokje. Hier tussen ga ik namelijk een waterachtbaan. Niet helemaal gaan bouwen, want ik ben totaal niet goed in bouwen. Maar ik heb namelijk een paar foto's, een paar afbeeldingen en ik ga het proberen gaan na te maken. Dit wordt wel gemaakt in de bouwserver. Jullie kunnen al tot hier aan de PR, maar tot maar deze zwarte dingetjes. Dus dat is namelijk eigenlijk alles wat moet gaan gebeuren. Of ja, wat er gaat gebeuren nu. Alle rest heb ik allemaal klaargezet. Dus we gaan eens eventjes gaan kijken bij de donderbaan. Die staat open om een of andere reden. Ik snap niet waarom dat die open staat. Want je kunt normaal... Ja, iemand heeft de poortjes dicht gedaan. Slim. Nu, je kunt er zelf normaal gezien nog niet in. Dus ik snap niet waarom dat ze de donderbaan hebben geopend. Dus ik ga heel eventjes kijken. Het is een heel pak vliegen door al die gangen hier. Oh. Waarom doe ik dat als ik dan gewoon aan de andere kant kan vliegen? Dus er staat gewoon op open, wat ik heel gek vind, want normaal gezien... Er staat dan een kaartje. Oh, wie staat dan opengezet? Oké. Ik ga het gewoon terug sluiten dat het dicht is. Nou, zoals je kunt zien, alle bochtjes passen nu ook aan. Dus dat hebben we namelijk ook gedaan. Dus deze is namelijk dicht, dus niemand kan er meer in. Alleen maar de techniekers en alle rest van, zoals de bouwer... Heel gek dat hij nog altijd stagiair bij zijn naam heeft staan. Dus dat moet ik nog even kijken. Maar dat is namelijk dus ook aangepast. Dus er zijn een hele hoop dingen aangepast. Het menu is aangepast. De vrije val werkt ook nu volledig. Want ik ga jullie een beetje achter de schermen eventjes meenemen bij de vrije val. Want de vrije val is gewoon eigenlijk maar karretjes die op en neer gaan. Maar eigenlijk hetgeen wat er van binnenin staat zijn zoveel bordjes dat je bij je eigen denkt van er zijn zoveel bordjes nodig. Plus daar heel boven zijn ook nog allemaal bordjes. Plus hieronder zijn al de commandoblokken
die eigenlijk de bordjes aanpassen. Dus dat zijn alle commandoblokken. Dus ja, dat ook nog. Nu, ik wou het eigenlijk... ik had gisteren namelijk de video afgesloten, maar ik wou jullie een beetje vooruitgang laten zien. Plus, jullie moeten eraan denken dat het pretpark, vind ik, gebaseerd is op Gardaland. Dus vooral gebaseerd is op Gardaland. En dat is eigenlijk ook van deze kleine pleintjes met dan heel veel bomen er rondom wat water. En het enige is wat, er moet nog heel veel gebeuren, want ik heb een hele lijst doorgestuurd. En is de Tarzan al gedaan. Van binnen nog niet, denk ik. We gaan eens kijken bij de Tarzan, die hebben ze trouwens ook aangepast. Die heb ik heb een beetje moeten aanpassen aan het menu. Want de PR is blijkbaar geen automatische, dat wist ik niet. Dus de Tarzan heb ik ook aangepast, zodat je daar kunt zien open, dicht, gesloten. Misschien dat ik het bordje hier ergens gezet, want het staat niet zo heel goed. Dus ik ga... dan kan ik misschien met iemand anders dat straks doen. Ja. Dus de uitgang is namelijk eigenlijk zo goed als klaargemaakt, zoals je dus kunt zien. Eén ding merk ik, er moeten nog poortjes komen bij de uitgang. Oké. Dus dit is namelijk gemaakt geweest door Jarno, Ja, door Jarno eigenlijk. Dit is dus namelijk gemaakt geweest door Jarno. Hij heeft het namelijk volledig gemaakt. En het binnenste stuk heeft hij niet kunnen maken. En je ziet direct een heel verschil. Dit is wild edit, random neergezet, denk ik. En dit is fatsoenlijk gemaakt met nog allemaal... Ja, dit trekt mij aan. Dit trekt op niks. En daarom dat juist de bouwer, dus juist eigenlijk Zijstein, zei dan juist van... Moeten wij namelijk het binnen gaan aanpassen? Alles moet er nog aangepast. Dus die kunnen jullie ook nog niet bezoeken. Maar namelijk zaterdag. Dus zaterdag gaat de server normaal gezien terug open. Dan kunnen jullie namelijk ook een hele hoop achtbanen, die dus allemaal in het groen en in het rood staan, allemaal doen. En op de oranje na, die zijn nog allemaal in aanbouw. Maar die kunnen jullie namelijk doen en ook tips geven. Dit stuk eigenlijk. Waarom? Oh. Maar dan kunnen jullie namelijk ook zelf nog tips geven hieronder bij de video. Maar ik ga namelijk gaan afsluiten, dus ik ga het laatste gedeelte van de andere video er eventjes bij plakken. En dan hoop ik jullie nog te zien bij hier, tenminste op Mixumcraft. IP staat hieronder. Ik hoop dat jullie daar op zien. Hetgeen wat ik nog altijd het schoonste vind ik is het binnenkomen van het park. Vind ik het schoonste. Dat ook is ook nog redelijk goed. Dit beginstuk is allemaal goed. Maar hoe verder je naar achter gaat, moet echt iets bedacht worden aan de regio's. Want ik vind dat de regio's op zich niet zo heel goed gemaakt zijn. Bijvoorbeeld dit pleintje vind ik ook heel goed. Dat komt deels omdat ik eigenlijk zo goed als alles heb gezet op het speeltuintje na. Heeft een bouwer gemaakt, of een technieker denk ik. En ik heb dit allemaal zitten maken. Maar ja, ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Liever dan een blauw duimpje omhoog te doen. En ik ging deze auto niet gebruiken, ik ging de andere auto gebruiken. Dan plak ik die er maar eventjes op aan. Doei! Dus nu, ik ben eigenlijk op het einde van deze video. Dit was meer een informatieve video van als Mixumcraft nog bestond. En ja, Mixumcraft bestaat nog. Er is alleen niet veel veranderd, omdat er een paar betwistingen of weet ik veel, dat er een paar gesprekken onderheen zijn geweest. En dus Nu, ik hoop dat jullie dit een heel leuke video vonden. Binnenkort is de server dus terug open en kunnen jullie er namelijk terug op. En ik hoop dat jullie zeker en vast tips achterlaten wat wij namelijk kunnen doen. Want ik vind bijvoorbeeld, zoals hier dus precies een ijshal, dat vind ik dat al weg mag. Maar ja, we hebben... Ah ja, dat is trouwens het, hier is nog een restaurant dat verplaatst is. Maar ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Geliever dan een blauw duimpje mochten doen. Ik weet dat de video is misschien niet zo interessant. En het is eigenlijk gewoon ook meer een informatieve video. Het lijkt alsof ik een dik hoofd heb. Maar ja, we zijn namelijk op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel leuke video vonden. Ik weet dat dit is misschien een iets saaiere video dan andere video's. Maar ik wil gewoon laten zien wat er namelijk veranderd is en wat we namelijk nog gaan doen. Dus ja, ik hoop dat jullie dit een heel leuke video vonden. Misschien voor de derde keer. En dan zie ik jullie wel bij een volgende video. Doei!